Welkom bij het programma Kunst in Kennemerland. En vandaag zijn we in het Museum Kennemerland, waar Jeroen Zoetmulder ons meeneemt bij een aantal zeer interessante schilderijen. Ja, welkom in ons museum. We hebben nu de tentoonstelling Kennemer Luchten. Een tentoonstelling die gebaseerd was in eerste instantie op een werk van Salomon Verhuisdaal, wat we kort geleden hebben kunnen verwerven via een paar weldoeners. Tenminste in zoverre langdurig bruikleen. En daaromheen hebben we deze tentoonstelling georganiseerd. En een van de highlights is dit schilderij van Abraham van Beerstraten. Amsterdamse schilder. Hij heeft dit geschilderd in 1661. Hij is ook gesigneerd en gedateerd. En van Beerstraten was echt een schilder. U bepaalt, u betaalt. Dus in dit geval heeft de opdrachtgever de Wijkertoren op zijn schilderij willen hebben. En er was van Beerstraten van, joh, hoeveel schaatsertjes wil je hebben? Wil je er een buggetje bij? Wat zullen we nog meer doen? Moet er nog iemand vallen? Dus ja, echt een entertainment werk is dit geworden. Waar van Beerstraten enorm onbekend was, was onder andere ook ja, de luchten. En dit is wel het schoolvoorbeeld van de, ja, een Kennemer lucht, zeg maar. En topografisch klopt dit schilderij totaal niet. Wat ik al zei, van hij vroeg van, joh, wat wil je er allemaal op hebben? Dit water is er bijvoorbeeld nooit geweest. Dit bruggetje heeft er ook nooit gelopen. Rondom die kerk waren huisjes, stadsboerderijtjes in die 16e en 17e eeuw. En in dit geval het enige wat misschien zou kunnen kloppen is deze hooimeid. Zo'n vergelijkbare hooimeid stond ook waar nu Kamille stond. Wat ook eigenlijk een soort stadsboerderijtje is geweest. En hier op de achtergrond zien we een kerkje. En daar zijn wat gelijkenissen met het kerkje van Oud-Velzen. Ik zie dat de Wijkertoren of de kerk ook op een soort terp staat. Was die er vroeger ook? Ja, sowieso was het punt waar de kerk staat het hoogste punt van Beverwijk. Waarom het hoogste punt? Ja, dan hield je droge voeten. Het Wijkermeer overstroomde nog wel eens en dan bleef de kerk droog. Rondom die kerk, nou, daar zijn door de eeuwen heen ook huisjes gebouwd. Ook weer het hoogste punt. Later is er ook een bebouwing geweest aan het Wijkermeer. Dat werd een soort handelswijk. Dit dorpje is later Sint-Aagtenkerk genoemd, maar bleef altijd een beetje de oude verbasterde naam Boyerwijk houden. En rondom de marktrechte stadsrechtenperiode heeft graaf Floris op een gegeven moment de naam Beverwijk gemaakt. Dus Boyerwijk of Boyer werd en de wijk, zoals de handelswijk werd genoemd. Ik zie in de verte ook nog een andere kerk. Is ook bekend wat die voorstelt? Het vermoeden is dat er zit wat gelijkenissen in met de kerk van Oud-Velzen, het dorp Velzen, wat later door de Noordzeekanaal in Velzen Noord en Velzen Zuid is geraakt. Dat zou het kunnen zijn. En verder eigenlijk ja, niet zo gek veel. En schilderde hij ook bij voorkeur winterlandschappen of landschappen door het hele jaar heen? Nee, hij schilderde wel door het hele jaar heen, maar vooral zijn winters, daar was hij wel onbekend. En dat zijn ook wel de, ja, de meest kostbare schilderijen. Er is wel eens gezegd, per schaatsertje kan je 5000 euro rekenen, bij wijze van spreken. Als je naar de kerk kijkt, dan is hij er eigenlijk qua licht ook uitgelicht, hè, ten opzichte van de rest van het schilderij. Ja. Ja, de zon komt echt vanaf de linkerkant en op de daken ook. Je ziet de sneeuw liggen. Het is echt een zonnestraal door de wolken heen die ook de sfeer geeft. De sfeer die de schilder heeft willen bereiken en dat is hem in dit geval heel goed gelukt. Het schilderij is ooit wel schoongemaakt en opnieuw in een vernislaag. Een vernislaag moet je zien als een soort beschermlaag voor het schilderij zelf. Dus als schilderij worden gerestaureerd, wordt als eerste de vernislaag eraf gehaald. Dan worden de eventuele beschadigingen bij geretoucheerd. En dan krijgt u opnieuw de vernislaag terug. En die laag geeft soms ook een klein beetje een soort 3D-effect. En dat is hier ook wel het geval. Je ziet hier bijvoorbeeld bij de blaadjes, bij de bomen, echt wel dat het eruit komt. Het is ook iets dikker opgezet.
dit schilderij te zien tot 6 januari ja. in de expositie Kermeluchten. Ja. Dankjewel.